verveeld. Ek ook. Soos, ek kan nie, dit hierdie werk is vir my nie. Krishaal, weet jy wat ons vergeet het om te doen? Ons is dus glad nie hierdie week geoefen nie. Oh, ja. En ek sien nie uit nie. Ek ook nie, dalk moet ons begin oefen. Ek bedoel, ons is verveeld. Ek weet... Kom, ons doen dit net. Ja, ons doen dit net. Jy is darm white, so kom ons probeer te oefen. Ok, ek gaan hier. Ek kan, maar ek sukkel so'n bietjie. Ek weet nie of ek dit kan doen nie. Oh, my arm! Ek dink ek het 'n ligament geskeur. Of wat? Is jy ok? Karma? Oh my goodness. Knap. Wat doen julle? Ons is weer oefen. Het julle al gegroet? Oh, hallo. Oops. Hallo! Ek dink ek moet hospitaal toe. My arm is seer. Au! Wow! Ja, het is niet te stieren. Ja, als jij stil niet met gewichten niet, jij volgt gewoonlijk goede advies voor je gewicht op taal. En je begint baie klein en je begint eens oefenen en rok en die ding en voel je niet goed op taal. Maar je stel niet te gewicht op, niet verskoon ons gaan alsjeblieft. Je tel niet te gewicht op, niet, dat is gevaarlijk. Zo kom ik rooi. Jij vergeet niet te oefenen. Nee, natuurlijk niet. Ons is vertrouwen. Ja, ons is commitment. Die ons weet. Het elke dag geoefend. Ja. Jij het elke dag niet geoefend. Alright, ons is bezig met de reeks. Dus ook onze oefening trouwens. Ons is bezig met de reeks. De reeks naam is die... Amazing Rise by the Heights. Ik hoor ze niet zo aan. Maar ik luister of je het ken. Ik denk dat je het zelf vindt. Oké, so goed. So, waar begin ons met hierdie reis van ons? Ons beginpunt is altyd die Jesus. Jesus. Dankie. Wie is ons afrigter in hierdie amazing reis? Jesus. Oké, want hy het al gehardloop nou. Ja. Yes. Oké, so goed. Oké. So, ons nou, ons gaan nou hardloop, maar ons moet oefen. Jy moet oefen. En jy kan oefen om fiks te word, om te kan hardloop. Dit is nie enige sport eintlik so. Ja. Al is dit nie hardloop sport nie. Enige sport wat jy doen, wat is sport dink jy doen hulle daar? Hokkie, rugby, netbal, tennis. Okay. So skok. Jy moet nog steeds oefen. Ja. Ja, so. Jou brein. Jy moet oefen. Okay, so jy moet oefen. So. Ons moet na 'n plek toe gaan waar jy kan oefen. Plek waar jy kan gaan. Oor die gym! Ja, so jy weet wat dit is, nê? Ek weet ek het nie. Ons gaan nou inskryf by die gym. So gas man plek, nê? Nee. Serieus, nê? Ja, so by die gym, by die gym leer jy, help hulle jou, veilig, hoe hulle help om te oefen. So jy oefen, jy kry reg, wat jy kan wil doen, jy raak fix. Ja. Jy raak sterk. Ja, in geval. So, ons moet gaan gym. Gym is belangrijk, gym. So, Blushout, jy het ons een skyfie. Skyfie, een ding op die rekenaar. Dankie, Carla. Kom ons gym. So, kom ons gym. Volgende ene, dit is Sham. Ek denk jy Sham moet die doen. Wat? Nee, ja. Ok, so, ons moet waar doen, Blushout? Oefen en oefen. En? Oefen. Ek moet gereeld oefen om fiks te bly. So, as ons hier amazing reis doen, wat gaan ons doen om fiks te bly? Ons moet wat doen? Oefen en oefen en oefen. Nee, dit is het even. Kreeg jy die antwoord op die grond? Nee. Dit is hier, dit kom alles van hier dan. So, wat moet ons doen? Gebed en die Bybel my fiks. Ah, ok, so ons wil die amazing reis hardloop. Ja. So nummer 1 is, jy moet begin by Jesus. Ja. So het jy al jou hart vir Jesus gegeen? Want anders kan jy begin nie. Ja. Sien jy som? Ja, nee, kan. Jy het al jou hart vir Jesus gegeen, ek het al my hart vir Jesus gegeen. So het jy al jou hart vir Jesus gegeen. Dit is baie belangrijk. Dit is baie belangrijk, en ek wil ons begin. En so om te gaan ander oefen en oefen en oefen, dus Bible lees en ons moet dit. Yes. Ja. Bid elke dag, lees jou Bybel, bid elke dag en jy sal groei. Okay, dankie vers, kom doen vers.
anders was ik wel erin. Oké, zo ons het vers. Vers! En in de dos toe boeken van Timotheus. Timotheus is in het Nieuwe Testament. Einde. Nog een einde. Ja. Zo eerste boek van Timotheus, vers 4 tot vers, hoofdstuk 4, hala, snij daar uit. Zo in de eerste boek van Timotheus, 4, vers 7 tot 10. Kijk dan wat staan daar, daar staan, oefen jou liever om een toewijding aan God te lewe. So dat trot al klaar in die Bijbel van oefen. Ja, oefen. Om jou liever aan die Heere toe te wijn. Oké, so. Oké, wacht, dan is het die oor doen. Oké, 1 Timotheus. Oe, ons moet jy daar raak, nee, dis wat het is. Oké, so kom vir jou van nou gaan. Oké, so 1 Timotheus 4 vers 7 tot 10 sien, volgende. Dit sê, oefen jou liever om in toewijding aan God te lewe. So, dit trot al van oefen in die Bijbel, nou. Oefen. Oké. Om jou lichaam te oefen het wel een bietjie waarde, maar om jou in toewijding aan God te lewe, het in alle opzichte groot waarde. So, ja, ons moet fikstein aan die gang bly, dit is goed vir ons gezondheid, vir al nou, ons moet allemaal gezond bly. So, ons moet aan die gang bly, dit is baie goed. Maar om seker te maak dat ek een kind van die Here is, is nog belangrik. Ja. Ja. Nog belangrik. Nog belangrik. Het is belangrijk. Het is baie belangrijk. Oké, okay. So, goed. Want het bevat de belofte van lewe, vir nou en in die toekomst. Hulle trou daar van die ewige lewe. Oké? Dus dat betrouwbare woord en kan sonder veel duid aanvaar word. Dit is so. Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en straai ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense. Van allemaal het geluid. So, dit is altijd awesome. Ons moet oefen, of het ons lichaam oefen. Je moet die gang blij na. Je moet, als jij niet nou kan hockey, of wat ook al in dit huis. Dit gaan niet even dobby dobbies. Of van hardloop. Jaag jou broer of zuster. Ja. Niet anders doen dat niet af. Nee. Het is gras daar. Maar het belangrijke ding is, ons moet ook kinders van God wees. Yes. Ons moet die reis met ons hartlip, so ons moet ons harte vir Jesus gee. Dat is daar belangrijk. En ons moet gaan hartlip, so ons moet oefen. Ja. Maar ons oefen die om te Bybel te lees en te bid. Ja, okay, so is belangrijk. So, ek gaan, kijk die gins is nog, die gins is nog nie open nie. So ek denk, ek gaan julle twee in die persoon met begin vat en help om fix te word. Wacht als een stop bij je zo'n weer te... Kijk okay, so I think... It's not right. So I think, ik ga jullie nou vat. Ja. En jullie help om fix te raak. Ja, starten. Ja! Ik wil blij. So ik ga jullie help om je fix te krijgen en recht te krijgen, want die Jens nog doen. En dan gaan ek net wees om het reg te doen en nie te enig goed op het aan te zetten. Oké, bye! Ek het genoeg weer! Bye! So dit ons kan afvang, nou. Dank ik, Lichelle. Ja, ons gaan jou kom kry. Sien jou later, sien jy ook, boy. Ons gaan vir Lichelle kry. Sien jou later. Dank je toch, ek sien alleen nie. Ek denk ek het my stuikies hier gemok. Wat? Ja, hè? Ik heb geen daardeel, hoor. Zet eens een ander sfeer gemaakt, alsjeblieft.